Goeiedag dames en heren van Sportinstituut Tom van der Kolk en Health & Lifestyle Milon Clubs. Als het goed is hebben jullie al een week de Milon Cirkel gedaan thuis. Lekker aan het trainen geweest. Wij hebben voor jullie een tweede variatie. Die gaan we vandaag laten zien. Wat heb je nodig? Je hebt een stoel nodig of een muur. Voor de rest heb je voor de rug een handdoek nodig en iets waar je hem aan kan vastmaken. Of je vraagt je partner om hem eventjes vast te houden. Daarvoor heb ik Henny vandaag meegenomen. Je pakt zelf de uiteindes vast. Henny pakt hem in het midden vast. Ik moet me verankeren, want anders... Henny moet zich goed vasthouden en vanaf hier gaan we een rookbeweging maken. Dus daarvoor de handdoek. Daarna gaan we voor het cross trainen, gaan we dribbelen en dan gaan de armen mee naar voren. Dus we gaan een beetje de cross trainen nabootsen. Dan gaan we naar de leg curl. Bij de leg curl, als je een gladde vloer hebt, pak je twee doekjes, die leg je op je onder je hakken en dan maak je daarmee de beweging. Ik laat hem straks op een iets andere manier zien, omdat de vloer hier aardig stroef is, maar heb je een gladde vloer, pak twee doekjes en dan glijdt het fantastisch. Voor de buik hebben we weer de stoel nodig. En dan gaan we vanaf hier de benen strekken of wat lager. Voor de rug heb je twee flessen nodig. Eén fles, net wat je zelf ook prettig vindt. Dan gaan we een deadlift maken. Flessen zijn voor, schouders opgerold naar achter en dan maken we een kanteling vanuit de heupen tot de knielijn en rustig terug. Goed de billen naar achter en op. Dus dat zijn de materialen die je nodig hebt voor de volgende training. Ik weet het niet. En dan kan je eruit knippen, toch? Ja.